gehoord? Uh-huh. Ik hoorde een telefoon trillen. Jou? Nee, dat kan ik niet zijn. Dan moet die van Brenno de Winter zijn geweest. Ja, staat je telefoon nee, nog aan? Want dan maakt hij plinkgeluiden of Doctor Who geluiden. Oké, okay. Dan kijken we wel naar uit. En alleen bepaalde mensen maakt hij Doctor Who geluiden, begrijp ik. En dan ook bepaalde Doctor Who geluiden, ja. Ja, per persoon wisselt dat nog? Dat wisselt ook nog per persoon, ja. Een sonic screwdriver en iemand die aan de andere kant van zeg maar, de realiteit zit. Daar hoor je natuurlijk de TARDIS en ja, natuurlijk. Kan je niet een paar mensen oproepen hier te bellen dan? Dit is, ja, ik weet niet of ze kijken, want nee. Dat zou weer een hele pijnlijke test worden. Dus dat wil ik jullie ook niet aan doen. Okay. Ja, misschien beter niet doen. Nee. Brenno, je bent onderzoeksjournalist. Je was hier 2 jaar geleden te gast. Ja. In april. Je publiceert veel over veiligheid, over privacy, online veiligheid digitale burgerrechten. Ja, dat soort zaken. Je was toen niet heel erg optimistisch, positief gesteld over de stand der zaken. Maar in die 2 jaar is er heel veel gebeurd. Ja. Met name internationaal ook. Wat zijn de belangrijke, om even snel die 2 jaar te overbruggen. Wat zijn de belangrijke dingen geweest? Nou, een paar hele belangrijke dingen zijn dat in het Europees Parlement de ICT-achtige onderwerpen, de informatiemaatschappij, veel beter is doorgedrongen. Dus een best wel gevaarlijk verdrag als ACTA, dat is door het Europees Parlement afgeschoten. Ja, dat was 2 jaar geleden een hot ja, dat issue, was echt iets waarvan we zoiets hadden van, nou, gaat dat wel de goede kant op? In Nederland zie je nog steeds eigenlijk een Tweede Kamer waar ja, een verdwaald politicus nog rondloopt die iets van ICT snapt, maar die daar redelijk alleen in staat. En dat er een informatiemaatschappij is gekomen, dat is daar nog steeds niet doorgedrongen. Dus ja, in Nederland lopen we wat dat betreft nog niet in pas. We zien wel een heel sterk cybercrime-beleid. Nou, daar ben ik heel kritisch over, omdat dat vooral ook de mensenrechten enorm raakt. Dus daar zie ik het allemaal nog niet zo de goede kant op gaan. Maar wij proberen wel voorop te lopen. Hey, maar Erwin zei al, 2 jaar geleden was je eigenlijk bijna een beetje heel bezorgd. En ja. Een negatieve tendens. Sindsdien hebben we natuurlijk vooral ook Edward Snowden is denk ik de belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen 2 jaar. Ja, weet je, dan blijken wij opeens het land te zijn. Wat is de impact daarvan op Nederland? Ja, dat valt dus heel erg tegen. Als je kijkt natuurlijk wat er gebeurd is, dan blijken wij het land te zijn dat als de grootste spionageaffaire langskomt en de grootste affaire op het gebied van economische spionage, dat wij er uiteindelijk voor kiezen om een parlementaire enquête te starten naar de aankoop van een treintje. Dus nee, dit land absoluut niet op het niveau dat dit zou moeten landen. Nederland loopt daar enorm in achter. En ook de bezorgdheid van wat die spionage voor gevolgen voor onze economie heeft. Dat landt niet dat er technologie van het internet actief wordt gesloopt. Ook niet geland. Dus ja, ik ben daar eigenlijk vrij droevig over. Maar heeft het ook niet gemaakt, wat je net zei, een positieve ontwikkeling, dat het wel op de agenda is gekomen, dat in het Europees Parlement de aandacht voor is? Het Europees Parlement is er hartstikke veel mee bezig geweest. Die hebben hoorzitting na hoorzitting gehouden. Daar komen ook echt acties uit vandaan. En de handelsverdragen staan onder druk. Daar is het geland. Maar om nou te zeggen dat de Tweede Kamer echt helemaal wakker is geschud, nee. Dat zie ik niet. Het is niet voor jou bijvoorbeeld makkelijker geworden sinds de Snowden onthullingen om bij politici binnen te komen, op de deur te kloppen, beter gehoord te krijgen? Dat is op zich wel mogelijk en je krijgt wel gehoor, maar het wordt niet altijd even goed begrepen. En binnen de overheid zie je nu 2 stromingen. Je ziet een aantal mensen die gewoon heel erg actief je ook helpen met je werk te doen. Dat is heel positief. Dat helpt ook echt. En je ziet een tweede stroming die heel erg actief bezig is om je dwars te zitten en voor de voeten te lopen. En er worden ook gewoon machtsmiddelen op ingezet. Mensen vinden het ongemakkelijk op het moment dat je dingen ter discussie stelt die niet leuk zijn. Een leuk voorbeeld daarvan is, ik ben heel kritisch op het cybercrime-beleid. Een van de dingen waar ik me heel veel zorgen over maak zijn de Russische bendes die echt serieus geld bij ons steden. Vandaag kwam er weer een onderzoek uit. 8,8 miljard euro vloeit uit onze economie weg als gevolg van cybercrime. En dan gaan we jongetjes van 16 jaar zitten oppakken die hun school hebben platgelegd. Ja, dan heb je de focusfout. Hey, en wat leg dat even uit? Wat doen die Russische bendes? Zijn ze slim dat ze kleine beetjes van mijn rekening afhalen zodat ik het niet door heb? Of is dat... Nee, ik wou dat dat waar was. Want dan zou het niet tot 8,8 miljard oplopen. Nee, die stelen bedrijfsgeheimen. Die collecteren grote databestanden.
We hebben voorbeelden gezien waar we gewoon echt miljoenen documenten uit het Nederlands bedrijfsleven zijn gestolen. Ja, dat zijn hele heftige dingen. En dan wordt er gezegd van ja, nee, maar het stelen van die miljoenen documenten, dat was het doel niet. En dat ze dan heel goed systematisch zijn opgeslagen, dat het heel goed doorzoekbaar is. Dat lijkt dan ook het doel niet te zijn. Ja, roept bij mij de vraag op van, ben je nog in sync met de realiteit? En dan gaan we dus kindertjes van school oppakken die een keer de website van school hebben platgelegd. Ja, dan heb je je focusfout. Hey, je zei eerder al, de Tweede Kamer, de overheid, daar heb ik niet het gevoel dat er voldoende deskundigheid is. Maar dat zal waarschijnlijk ook, het is jouw eerste terrein niet, maar hetzelfde zal waarschijnlijk gelden voor het bedrijfsleven. Hoe is het daar beter gesteld? Nou, in het bedrijfsleven is bij sommige bedrijven toch wel de bezorgdheid voor economische spionage, want dat maakt gewoon je business kapot. Maar de lat voor mij bij politie ligt een stuk hoger. Wat ik van een politicus verwacht, is dat hij ook de maatschappij in goede banen helpt leiden. En we zijn gewoon overgestapt van een maatschappij met wat ICT naar een informatiemaatschappij, waar gewoon hele andere spelregels zouden moeten zijn. En die zijn er niet. Weet je, wij hebben nu een parlementaire onderzoekscommissie ICT die kijkt hoe projecten niet gelukt zijn. Ja, dat onderzoeken we geloof ik nu voor de 6e of 7e keer op rij. Elke keer verandert er relatief weinig. En ondertussen komen er gewoon de vraagstukken, hè, van technologie die kapot wordt gemaakt door de Amerikanen, van Chinezen die bij ons inbreken, van de Russen die bij ons inbreken. En daar zijn we nog niet eens mee bezig. Wij hebben het nog steeds over de tunnel en de software die voor zo'n tunnel moet draaien. Of die wel goed genoeg is ontwikkeld. Ja, sorry, dat heeft de Algemene Rekenkamer. Ja, toch vind ik je wel erg negatief. Want ja, ik merk zelf heel erg dat als er één ding is veranderd de afgelopen 2 jaar... op het gebied van ICT, internet, dat de gevoeligheid van mensen voor privacy issues enorm is toegenomen. Maar bij de ik merk zelf, er komen ongelooflijk veel vragen, weet je, alsof ik een soort wandelende helpdesk maar ben van mijn moeder tot de buurvrouw. We hebben het niet over de reguliere burger. Moet ik wel niet een stickertje over mijn webcam doen? Weet je, het leeft enorm. Nee, maar bij de burger leeft het wel. Maar bij de politicus dus nog onvoldoende. De politicus die lijkt in een soort heel andere melkweg. Als ik je dan gelijk mag onderbreken, Johan Schaap die vindt dat je dit veel te mild zegt. Het leeft nog niet voldoende. Johan Schaap zegt, brengt Brenno het niet veel te lief? Is er niet gewoon schandalig weinig kennis op ICT online gebied in Den Haag? Ja, ik ga Johan Schaap niet tegenspreken. laat dat even heel helder zijn. Nee, maar dat is dus het bizarre, dat de burger snapt heel erg goed dat we in een informatiemaatschappij zijn gekomen, waar wij over heel veel dingen ook niet eens meer de controle hebben. En dat er dus een politiek is waar wij gewoon compleet niet meer in sync zijn. Om een voorbeeldje te geven. Als een tap zoek raakt van Teven door niet gedocumenteerde stroomstoring, dan is vervolgens de politiek niet in staat om te zeggen, wow, wacht even, en dit gaan we dus even van begin tot eind onderzoeken. Wat gebeurt hier eigenlijk? Ja, en hier stopt het politieke bedrijf even. Dat betekent dus dat gewoon de hele anschluss bij de technologie, maar ook bij de maatschappij, er gewoon niet meer is. En de gemiddelde burger op straat snapt inmiddels dat als je een kopietje van je rijbewijs of van je paspoort geeft, dat je het risico loopt op identiteitsdiefstal en dat dat een enorme berg hoofdpijn is. En vreemd genoeg, op het moment dat je dus op het plein in Den Haag komt, dan snappen mensen dat opeens niet meer. Hey, en geldt dat ook voor de ambtenaren? Want politiek is één, maar we hebben ook ministeries waar ook geacht wordt deskundigheid te zitten. Ja, een beetje dubbel. Sommige ambtenaren snappen het niet. Maar ik kom ook heel veel ambtenaren tegen die juist heel erg inspirerend zijn en die tegen dezelfde muur oplopen. En die juist ook een enorme steun zijn. Die ook zoeken naar Snowden legt nu documenten neer waaruit een aantal dingen blijken. Wij zouden nu stappen moeten zetten om gewoon de BV Nederland te beschermen. En die daar dus ook echt actief naar zoeken. Dus ja, dat is niet zwart-wit. Er zijn echt hele goede ambtenaren die het allemaal prima snappen. Die lopen wel tegen soms een muur op van een hoger echelon. Dat is gewoon echt stopt. Ja. Hey, want even aansluitend op jouw verhaal. Vorige week kondigde Apple wat nieuwe software aan. En toen zeker 5 of 6, 7 keer hebben ze wel steeds gezegd, u kunt alles ook weer uitzetten, geloof ik. Of dit wordt niet getracked of dat. Dus het is wel op dat niveau kennelijk wel een onderwerp geworden. In de Verenigde Staten is dit een thema. In Duitsland is het een thema. In Frankrijk, in
Behalve in Nederland. Nou, ik las vandaag ergens, of gisteren weet ik niet meer, dat in het nieuwe OS van Apple, dat ze zelfs fake MAC-adressen gaan versturen. Ja, ik heb zelf ooit een skipje van mijn laptop geschreven. Voor wie het niet weet, dat is de identificatie van je device. Dus als Apple dat al gaat faciliteren dat dat dus niet meer te tracken is, dan is er wel wat gebeurd. Nou ja, er zijn berekeningen dat de Amerikaanse economie, als gevolg van de onthullingen van Snowden en de angst dat jouw gegevens worden gestolen, dat een impact zou hebben tussen de 8 en ik geloof 40, 50 miljard dollar. Dat raakt dus gewoon de economie. Ja. Dus het verbaast me niet dat bedrijven als Apple juist gaan zoeken naar oplossingen om ook een beetje aan te geven van ja, hey, het ligt niet aan ons. Ja. En dat is dus ook het lullige. Weet je, Google, Apple's hebben allemaal fantastische producten. Maar ja, ze hebben te maken met een overheid die ze kan dwingen tot dingen die ze zelf ook niet willen. En dat maakt het zo complex. En daarom baal ik ook dat wij dus niet in staat zijn om daar ook wat harder te stampvoeten. Want dan help je dat soort bedrijven ook gewoon. Want die zitten ook gewoon tussen een Europese wetgever en een Amerikaanse wetgever. En dat is gewoon in discrepantie. En ook het CBP krijgt dit soort bedrijven over de vloer. En dan moet Jacob Koosdamp gewoon zeggen van ja, ik weet ook niet wat je op dit moment moet doen. He, want de antiterreurwetgeving die zegt dat je gegevens moet geven. En de Europese wetgeving zegt dat je dat niet moet doen. Hey, ben jij op je vakgebied te eenzaam in je strijd? Hebben ze niet zoiets van daar komt die Brenno weer aan? Soms, maar soms ook absoluut niet. Er zijn ook gelukkig een aantal andere hele goede journalisten die thema's heel erg goed snappen en die oppikken. Maar ja, op sommige momenten is het wel eens eenzaam, ja. Ja. Hey, en heb je wel gestemd? Ik heb gestemd. Ja, waar heb jij op gestemd? Dat ga ik niet zeggen. Waarom niet? Omdat ik onafhankelijk wil zijn als journalist en niet gelieerd wil zijn aan welke partij dan ook. Dus wat ik stem, dat hou ik voor mezelf. Vond je het moeilijk om een partij... Nou, zo dan, want als dit een onderwerp voor je is. Vond je het moeilijk om een partij te vinden die dit belangrijk genoeg vond? Nou, mijn keuze is gevallen in het stemhokje. Ja, dus ik heb het heel erg moeilijk gevonden om te kiezen. Maar nog even toch om het af te maken. Ik profileer me op een aantal thema's. En daar ben ik heel duidelijk in waar ik sta. En daar wil ik ook het debat over aangaan. En over andere thema's, weet je, dat zijn gewoon niet mijn dossiers. Dat beschouw ik ook als privédomein. Ja. Hey, wat zijn voor jou, als je nu kijkt, ik neem aan dat natuurlijk een aantal van de onderwerpen waren waar je het net over had. Hey, maar als er één onderwerp is wat jij op die politieke agenda zou kunnen zetten, wat zou dat zijn? Het voorkomen van een totalitaire staat. Het voorkomen van een regime wat echt alles van elke burger in de gaten houdt. Weet je, pas sprak ik met iemand van Defensie en die zei het heel mooi tegen mij van Brenno, het gaat over vrijheid, rechtsstaat en democratie en in die volgorde. Weet je, en we zijn heel langzaam die vrijheid aan het inleveren en daar heb ik gewoon heel veel moeite mee en dat raakt mij ook heel erg. Daar kan ik echt 's nachts van wakker liggen van jongens, what the fuck, doen we nu verkeerd dat mensen niet snappen dat dit gewoon het grootste goed is? Ja. Hey, maar als jij zegt dat die totalitaire staat dreigt, is dat niet in tegenspraak met het gegeven dat de politiek niet weet wat er speelt? Nee, dat is het niet. Want dat betekent dus dat je een ambtelijk apparaat kunt hebben dat dus enorm ver kan gaan in dingen zonder dat ze ook überhaupt ooit een keer worden gestopt. En dat er ooit echt kritische vragen worden gesteld. Ik vertelde over die tap van Teven die dus zoek raakt, waar dus de politiek niet meer op ingrijpt. Als een kenteken wordt gescand van een auto en het blijkt dan te lang te zijn dat de politie dat bewaart, gaan we gewoon de wet oprekken. Het echte debat van is dit wenselijk dat we dit doen en levert het echt op wat het moet opleveren, dat wordt al niet meer gevoerd. De Europese rechter die schiet eigenlijk de bewaarplicht verkeersgegevens onderuit. Hè. Dus de registratie van wie met wie belt en dat de politie daarbij kan. En wat gebeurt er vervolgens in Nederland? Ja, we wachten nog op antwoord van Teven hoe die daarmee wenst om te gaan. En of het effectief is, dat weet ik niet. Ik heb inmiddels kunnen aantonen dat je neptelefoongesprekken in die administratie kunt fietsen. Dus dat het ook gewoon te manipuleren data is. En vervolgens wordt er toch in geloofd. Als een soort heilig verhaal. Binnenkort kom ik met een verhaal dat iemand in de cel zit als gevolg van mogelijk gemanipuleerde data. Dit zijn hele heftige dingen.
En juist de afwezigheid van goede sturing betekent dus dat een aantal partijen gewoon onbelemmerd hun gang kunnen gaan. Nog een laatste voorbeeldje. De politie die wil gaan terughacken. De politie heeft recentelijk invallen gedaan bij 34 mensen die een stuk software hebben gekocht waarmee je ook virus, virussen kunt maken. Maar wat ook gewoon voor beveiligingsexperts kan een les kan zijn, hoe dit soort technologieën werken. Nou, er zijn bij 34 mensen invallen gedaan en een aantal gevallen waar ik nu met mensen contact heb, daar blijkt dus gewoon echt helemaal niets aan de hand te zijn. En daar is eventjes de deur ingetropt als gevolg van een hack door de politie, terwijl het bij wet nog niet eens mogelijk is. En iedereen vindt het maar normaal, alsof je inbreekt bij de Quantum om te kijken wie de koevoeten hebben gekocht. Dat zullen dan dus wel inbrekers zijn. Ja, daar wil ik dus vanaf. Er stond gisteren een stuk in de Volkskrant, of in ieder geval online. Zaterdag, ja. Ik weet ook niet of het in de papieren krant heeft gestaan. Daar word jij vergeleken met Edward Snowden. Ja, ten onrechte. Word je daar blij van? Nee, wat Edward Snowden heeft geriskeerd, wat Edward Snowden heeft gedaan, daarbij sta ik in geen enkele verhouding. Die elke parallel daartussen gaat gewoon niet op. En een van de aanleidingen is ook dat jouw naam opdook in de officiële kanalen, dat jij gemonitord wordt, jij in de gaten gehouden wordt, jouw gedragingen. zou je ons eerst nog even kunnen vertellen hoe je daarachter kwam? Nou, op een gegeven moment werd ik getipt opeens van een heleboel kanten van er gaan allemaal waarschuwingen over jou door de wereld heen. En vooral binnen de overheid. Dat bleek uiteindelijk afkomstig te zijn van de politie. Ik heb zo'n melding in handen gekregen. Ik ben daar gewoon de politie mee gaan confronteren. Op het moment dat speelde, had ik een afspraak op het ministerie van Financiën. En dan ben ik gewoon extreem agressief door een aantal bewakers belaagd. En dat was het porté was voor u is een veiligheidsprotocol opgesteld. Op dat moment heb ik gedreigd richting de politie met een kort geding. Als jullie dit niet gaan oplossen. Nou, toen kwam er een brief vol met taalfouten en een halfslachtige erkenning dat zij dingen hadden de wereld in hadden geholpen die gewoon niet op waarheid waren gebaseerd. En daarmee was wat hun betreft de kous af. Ik heb toen inzage gevraagd in mijn politiedossiers. Daar heb ik een hele brief van gekregen. En toen bleek opeens dat ik inderdaad gesignaleerd heb gestaan. Dus ook een aantal malen gesignaleerd ben. En dat is voor een journalist heel problematisch. Want als de overheid gaat registreren waar een onderzoeksjournalist op welk moment is, kan ik niet meer veilig met een bron praten. Als jij een bron bent en je weet dat de politie jou continu in de gaten houdt en dat ook registreert, ja, dan heb je gewoon een probleem. En wat natuurlijk een beetje bizar aan dit verhaal is, is dat registreren is volledig buiten het artikel gebleven. En er wordt gedaan alsof er niets aan de hand is. Nou ja, op het moment dat jij continu gaat zitten opletten wat een onderzoeksjournalist doet, dan is er wel degelijk iets aan de hand. Ja, want je zegt eigenlijk tussen de regels door, dit is een stuk van Jean-Pierre Gelen, de televisierecensent in dat van de Volkskrant. Eigenlijk zeg jij, wat hij schrijft is onzin. Wat schrijft hij? Nee, hij heeft een aantal feiten weggelaten. Nou, hij schrijft, als je het samenvat, dat er niets aan de hand is. Dat er eigenlijk niks aan de hand is. Dat jij terecht opkomt voor je vrijheden. En dat logisch is dat de NVJ je steunt. Maar dat het ook een beetje overdreven is allemaal. Ik vat het even heel hoog over. Ja, nee, maar want hij krijgt gewoon de dossiers. Het zou toch gek zijn als er mensen die wilden gaan aantonen dat je ergens binnen kan komen, als ze die niet zouden monitoren. Ja, goed. Meneer Beelen heeft een paar dingen vergeten. Het eerste is, nogmaals, hij negeert het feit dat er dus ook echt geregistreerd wordt. He, dus dat je eigenlijk, de volgende stap is gewoon dat je zegt van, meneer De Winter heeft een afspraak gehad met die en die, met meneer Blom. En vervolgens is dus gewoon het brongeheim geschaad. Dat is probleem nummer 1. Twee, waar die ook niet helemaal bij stilstaat. En er is natuurlijk meer gebeurd. Hè? Vorig jaar is er door de politie ingegrepen en fel €45.000 uitgegeven om een column van mij te stoppen. Zo zijn er een aantal voorbeelden op rij. Dat maakt het gewoon wel iets meer dan dit alleen. Het derde is dat minister Blok heeft erkend dat er hier geen grondslag in de wet voor is, dat dit gewoon niet mag. En ook de politie heeft dat erkend. Dus de politie en Blok
die zeggen dus van het kan niet. En dan zegt hij van ja, eigenlijk niks aan de hand. Voordat de minister dat gaat roepen, moet er toch wel iets aan de hand zijn. Collega's en het laatste, dus, ja. Ja, en het laatste is dat hij kennelijk de stukken niet goed heeft gelezen. Want de dossiers zijn ook nog eens een keer in hoge mate incompleet. Wat er bijvoorbeeld in mijn dossier ontbreekt, is mijn strafzaak rond de overchipkaart. Een strafdossier van 157 pagina's. Ja, toch een beetje slordig. Ja, dus, laten we niet te veel op dit artikel het klopt wel dat je 42 bent. De dingen van Wikipedia, die kloppen allemaal. Ede bent geboren, dat je heet Brenno, Johan, Simon, Aymart, August, Frans de Winter. Ja, ik weet het. Ja. Ja, dat klopt allemaal, ja. Ja, dat viel mij dan weer op. Ja. Nee, ze dachten dat ik een tweeling zou worden. Dus mijn vader en mijn moeder hadden drie meisjesnamen. Nog een keer drie jongensnamen. Daarna kwam mijn zusje, dus die heeft er ook 6 gehad. Okay. Goed, ja. Wat mij nou fascineert, Brenno, is... jij vroeg net al van, goh, wat is je belangrijkste zorg? Maar jij werkt als freelance onderzoeksjournalist. Nou, ja. Dat is geen vetpot. Wij weten allemaal dat je als journalist überhaupt... Dat doe je niet voor het geld. Terwijl je komt uit de ICT-hoek. Je bent consultant geweest. Ja. Waarom heb jij... In tegenstelling tot heel veel anderen niet gekozen voor gewoon een consultancy beroep waar je gewoon flink geld kunt verdienen. En waarom geef jij dat allemaal op voor dit onderwerp? Omdat ik na 11 september door had wat er zou gaan gebeuren. Op een gegeven moment, het werd dat heel... klinkt heel wijsneuzerig achteraf. Nee, dat is niet zo bedoeld. Op een gegeven moment werd heel duidelijk dat technologie de crux zou zijn bij hoe overheden zouden gaan reageren op terreur. En dat daar, het werd ook heel snel duidelijk dat daar een soort greep naar de macht was. En er was gewoon geen duiding. Er was niemand die daar kritisch tegenover stond. En bij mij ontstond gewoon echt de angst dat er dingen gierend verkeerd zouden gaan. Het enige wat je dan kunt doen is proberen dat dus aan te klagen. Dus daar heb ik voor gekozen. Het is niet zo dat ik alleen onderzoeksjournalistiek doe. Ik geef veel lezingen. Ik geef ook training. Ik heb nog wel 1 consultancyprojectje om in ieder geval zeg maar, wel de feeling te houden en te snappen wat er in die systeem gebeurt. Maar je verdient af en toe ook nog wel wat. Maar het is gewoon waar. Nee, ja, precies. Nee, maar in de journalistiek is het zo dat een freelance journalist heeft heel veel moeite om te overleven op zijn eentje. Ja. Dus daar zul je dingen omheen moeten doen. Ja. Hey, en wat mij heel erg opvalt is, jij richt je pijlen ontzettend op de overheid en de bureaucratie. Ja. Terwijl de grote bedrijven zoals Google of Amazon blijven relatief buitenschot. Klopt. Waarom is dat? Want ik persoonlijk, als ik kijk wat Google allemaal van ons weet, maak ik me daar net zoveel zorgen over. Dus terecht, maar ik heb niet de power om iets te doen aan Google. Om daar effectief wat tegen te doen. En een overheid heeft dat wel. En de overheid heeft ook gewoon bij wet de taak om dat te regelen. Ja, die heeft de wettelijke taak om de burger te beschermen. Dat is natuurlijk niet de taak van Google. Nee, maar precies. Maar wat heel, heel bijzonder is, moet je even kijken naar grondrechten. Als je kijkt naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo'n beetje alles gaat over mijn relatie met de overheid. Behalve privacy, dat gaat over mijn relatie met de rest van de wereld. Dus de overheid plus de bedrijven. Mm-hmm. En wie reguleert dat? Dat is de overheid. Dus ik heb maar 1 loket waar ik kan aankloppen en dat is dus de overheid. Dus als die het op de radar heeft en daar wat mee gaat doen. En dat is natuurlijk meteen ook het probleem in Nederland. We hebben een college bescherming persoonsgegevens. Wat de laatste jaren enorm is uitgekleed. Wat steeds meer taken krijgt, dus steeds ineffectiever wordt. En dat is zo'n beetje het enige echte wapen wat ik heb. Als je mij zo zegt van ja, of ik zou het opeens inzien dat je een bepaalde actie zou kunnen doen waardoor je dus bedrijven kunt laten zien dat dit een probleem is, zou ik de laatste zijn om daar niet heel erg actief in te worden. En dan heb je gelijk een volgende vraag op Twitter beantwoord, namelijk de vraag: zou het CBP, zijn College Bescherming Persoonsgegevens, niet veel meer mandaten en capaciteit moeten krijgen? Absoluut. Nou, het antwoord is ja. Maak jij je wel zorgen over Google en de enorme concentratie van feiten, kennis, persoonsgegevens binnen één zo'n bedrijf? Ja en nee. De dienstverlening van Google is aan de ene kant ook natuurlijk enorm cool. Heb jij een Google-account? Ja, ik heb een Google-account. Je moet wel, hè? Ja. Nee, ik heb een Google-phone, dus ja.
Dus ik heb een Google-account. Dus jij ook geheel vrijwillig geleverd al je informatie in bij... Nee, dat is dus het punt. En dat is dus ook waar een overheid... het is niet vrijwillig. Wij doen alsof het vrijwillig is, maar ik heb geen keuze. Of ik heb misschien een hele beperkte keuze. En dan moet ik zoveel gaan opgeven dat ik zo'n beetje, zoals Jacob Koonsom dat dan zegt, als kluizenaar ga leven. Als je een beetje in vrijheid wil leven, dan betekent het dat je dus ook wel met bedrijven zaken moet doen. En daar hoort het wettelijk kader je te beschermen. Google heeft geen enkel belang bij iemands privacy te schaden. Maar de fallout van Google wel. Hè, als je weet dat 100% van de data dus van Google wordt getapt door de NSA. Daar zit de kern van het probleem. En wat natuurlijk de discussie heel vaak vertroebelt is... dat we dan bang zijn voor een advertentie meer of minder... Dat oefent niet de invloed op je leven uit die een overheid kan uitoefenen die op een gegeven moment zegt, nou, 17 jaar geleden op 4 april was u daar en daar. Wat deed u daar toen? En u kunt nu wel gaan spelen dat u het niet meer weet, maar volgens mij weet u het nog wel. Dat probleem zal Google niet zo snel. Trouwens, laten we uw geheugen anders even opfrissen, want uw telefoon heeft zich toen aangemeld bij wifi-netwerk 3184. Je ziet nu opeens... Het hele verhaal van de Deventer-moordzaak, waar ik ook wel een tijd lang een stellige indruk had van, nou, dat lijkt wel vrij evident dat hij het heeft gedaan. Nou blijkt die vrouw opeens 24 uur eerder te zijn gestorven mogelijk. En stort die hele zaak zo'n beetje in elkaar. En het gevaar zit dus niet zozeer in wat bedrijven bijhouden, maar gewoon wat er daarna mee gebeurt. En daar heb je dus de wet bescherming persoonsgegevens voor en een toezichthouder. En dat functioneert niet op dit moment. En daar moeten we het gaan fixen. Maar goed, ik vind het wel grappig. Want heel veel mensen zijn natuurlijk heel bezorgd... door de enorme opeenhoping van gegevens... bij een paar van die hele grote bedrijven. Terecht. Maar eigenlijk heb jij zoiets van... ja, daar zit het probleem niet. Het probleem zit bij de overheid. Nou, er zit wel een probleem. Er zit een heel groot probleem ook wel. Maar nogmaals, als ik zeg... stop Google, dit moet je niet doen... dan denken ze, ja, hier is Brenno de Winter. Ja. Op het moment dat een overheid gaat ingrijpen en vervelend gaat doen... Oké, maar laten we het even heel persoonlijk maken. Je zegt, ik doe niet... Tuurlijk, ik heb een Google-account. Hoe bescherm jij jezelf? Gooi jij je cookies elke dag weg? Browser je... incognito altijd. Fake je een IP-adres per definitie altijd als je online bent. Hoe doe jij dat? Nou, die opties allemaal. Encryptie? Ook, dat sowieso. Nou, je maakt je eigen lijstje even. Wat doe je allemaal? Nou, inderdaad, ik gooi mijn cookies weg. Zoveel mogelijk. Na sommige afspraken zal ik nooit een telefoon meenemen... en zal ik niet mijn reguliere overchipkaart gebruiken. Waarom anonieme? Ja. Ja, maar dan heb je nog steeds het probleem dat je gezichtsherkenning hebt. Ja. Dus dat maakt het nog steeds heel erg lastig. Gaat het zover dat je dan met een snor en een pruik je verplaatst in het leven? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee, maar dat... Ik denk dat we daar technologisch nog niet zover in zijn. Misschien ben ik daar ook wel weer heel erg naïef in. Maar dit is dus wel de kern van het probleem. Dat de surveillance van zoveel kanten komt. En dan is het toch wel elke keer weer de relatie tussen burger en overheid. Daar ben ik toch het meest bang voor. Weet je, als je met een bron praat, is dat waar de dreiging vandaan komt. In de fysieke wereld doe ik veel. Sommige dingen verwerk ik gewoon niet elektronisch. Ik heb meerdere computers. Sommige computers zijn denk ik vrij lastig te vinden. Ik gooi veel data weg. En ook relatief snel. Want ja, weet je, wat er niet is, kan ook niet worden gestolen. Het is een heel palet aan maatregelen eigenlijk. En ik probeer me, en dat zeg ik ook mensen, denk 1 minuut per dag na over hoe je gegevens beschermt. En handel daar ook naar. Je staat op een station, sta je toch op de trein te wachten. Gewoon 1 minuutje van, doe ik nu voldoende? Ja, maar maak dat dan eens heel concreet. Je noemde net een paar dingen, maar... Wat zijn de eerste stappen voor, yeah, voor iemand die er niet zo intens mee bezig is als jij? Nou, een leuke was ooit een keer, ik had met een bron afgesproken. Ik realiseerde me dat wel eens erg gevaarlijk kon zijn. Dus heb ik in plaats van een strip of een overchipkaart gebruikt, heb ik een kaartje in de bus gekocht. En toen ben ik die bus uitgestapt op een station. En toen ben ik naar een andere perron gelopen en daar heb ik dat
bewijs aan iemand anders gegeven van er zit nog een half uur op, ga daar maar lekker op reizen. En dan wordt een spoor wel heel erg lastig. Dat was winterdag, dus ik heb ook gelijk een sjaal omgedaan. Dus dat je toch minder zichtbaar bent. En wat ik hier niet oké aan vind, is dat ik dus allerlei rare dingen moet gaan doen die eigenlijk helemaal niet des Brenno's zijn. Want ik vind eigenlijk het heel fijn om met open vizier de strijd aan te gaan. En omdat je dat moet, omdat je het opneemt tegen een macht waarvan je geen flauw idee hebt wat het doet. Maar dat is dus een voorbeeld van maatregelen die je gewoon fysiek kunt nemen. Maar waarschijnlijk het eerste dat je zal zeggen tegen mensen, kijk naar wat je doet op je laptop. Versleutel je mail. Ja. Bijvoorbeeld, gebruik PGP. Google even, kijk op de website van Bits of Freedom, bof.nl. Er staan een heleboel goede tips. Gebruik ze. Hey, Bert de Boer vraagt op Twitter, wat kunnen wij in Nederland leren van de Duitse overheid? Wat uniek is aan de Duitsers ten opzichte van ons land, is dat in Duitsland het besef dat er een aantal dingen in het verleden verkeerd is gegaan, elke keer bij elk vraagstuk vooraan staat. En ons historisch geheugen is toch wat korter. Dat gaat tot de WK-finale van 2010. Ja, toch wel zo'n beetje, ja. Zo ongeveer, toch? Ja, en het zou gewoon heel erg gezond zijn dat wij ook gaan nadenken van dat er perioden in de historie zijn geweest waarop wij heel veel foute keuzes op rij hebben gemaakt. En gewoon elke keuze die een beetje fundamenteel is, daar tegen het licht houden van. Stel nou dat er een fout regime zou zitten. Stel nou dat er mensen zijn die eigenlijk de maatschappij geen warm hart toedragen. Of stel nou dat er een regime zit dat zich enorm bedreigd voelt. Wat zou ik dan doen? En als we dat alleen al zouden doen, denk ik dat we zoveel wijzere keuzes zouden maken. Jasper Willem zegt aansluitend over die Duitse overheid. Hij zegt, ik vind vooral de uitspraken van de Duitse rechtbanken veel meer beschermend als de Nederlandse. Dat is echt een ding. Ik procedeer heel veel op de wet openbaarheid van bestuur. En wat ik elke keer in de uitspraken mis van rechters, is dat ze het belang van openbaarheid, en vooral de journalistiek als platform om een discussie te voeren maatschappelijk, die lees ik eigenlijk nooit terug. Ik sta juist voornamelijk persorganen en journalisten bij. En dat zie ik dan dus gewoon niet. Ja. Dat mis ik echt in de... Ja. Hey, volgende stap, je laatste vraag misschien. Want jij hebt er ook misschien daar nog wat. Ja. Ja. Bert de Boer zegt, hoe ga je verder beschermen in de wereld van de Internet of Things? Straks zijn steeds meer apparaten, we connected dat zijn. Dat kan niet. Weet je, en dit is dus ook weer waarom we de sterke politici en sterke richtinggever nodig hebben. Je kunt je niet beschermen tegen de technologie. Technologie. Dat gaat door. Ja, dat is een given. Ja. En dat betekent dus dat we een goed wetgevend kader nodig hebben en zeggen van, en hier ligt de grens. En die grens die hebben volgens mij best wel goed gelegd in Europa. Privacy bestaat overigens in de Verenigde Staten niet. Hè. Dat is een beetje opgang aan het vierde amendement, dat je niet onredelijke doorzoekingen door je huis krijgt. Maar in Europa hebben we dat dus wel. We zouden daar veel strakker aan moeten vasthouden. En juist daar zie ik veel meer hel in dan proberen technologieën te voorkomen. En dat je op een gegeven moment ook steeds meer die vraag, wat ga je met die gegevens doen? En als je ze niet meer nodig hebt, wat gebeurt er dan? En daar die waarborgen veel beter hebben, dat zou denk ik de grootste winst kunnen zijn. Ja. Slotvraag van mij. Ik lees in de Volkskrant dat jij vermoedelijk bezig bent met een artikelreportage naar de beveiliging van instanties en overheidsdiensten. Kun je ons een primeurtje geven, Renaud? Dit is aparte bullshit. En zoals ik... Op een gegeven moment bleek mijn affiche te hangen in een alarmcentrale in Utrecht. En toen vroeg ook die directeur van dat centrum, ja, maar wat hadden we dan moeten doen? Ik zei, nou, je had me gewoon kunnen bellen en de vraag kunnen stellen. Okay. Is dit waar? Dan stel ik de vraag even anders. Wat kunnen we de komende weken van jou verwachten aan interessante... Twee interessante WOP-rechtszaken. Die spelen voor klanten van mij. En een verhaal van iemand die in de cel zit omdat er een mogelijk, want ik weet dat niet zeker, een gespoefd telefoongesprek is geweest. Wat door justitie misschien wel eens verkeerd geïnterpreteerd kan zijn. Gespoefd, even voor wie dat niet weet? Ja, dat betekent dat iemand anders heeft gebeld. Oké, dat ze en dat nummer heeft gefaked. Ja, en dat zou als verstrekkende gevolgen kunnen hebben.
En dit is gebeurd voor mijn onthulling dat ik aantoonde dat dat mogelijk was. Oké. Okay. We gaan het volgen. Ja, hartstikke bedankt. En dank voor het bier. Ja, fijn dat je er was. Fijn dat je was. Jammer dat niemand je gebeld heeft met je mooie geluiden, maar dat houden we dan te goed van een andere keer. Ik kan natuurlijk wel gewoon de TARDIS nu laten vertrekken. Ja, hebben we in ieder geval nog een keer. En dan sluiten wij ondertussen af. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Als je live kijkt, blijf hangen. Kijk, mooi. Moet ik nog even zeggen, dat hebben we nu vanavond niet gezegd. Volgende week dinsdag zijn we de hele dag in Groningen. Als je ook wilt kijken, ga naar de Fast Moving Targets pagina op meetup.com. Of kijk gewoon op onze eigen site, daar zie je de link er ook naartoe. Ja, dus kom allemaal naar Groningen. We doen daar ook een live programma met publiek. Ja. Dus als je toch in de buurt bent, kom er welkom. En als het goed is, zal daar ook zeker zijn Stef van der Ziel. Stef is van Streamzilla en Streamzilla maakt het mogelijk dat deze uitzending live bij je thuis komt. Dus kijk je nu live, blijf kijken. Kijk je on demand. Plunder onze archieven. Dankjewel. Dag. Thanks. Ja, wat een leuke spel. Ja, heel leuk.